Hallo! Vandaag leren wij jullie een lied over zeven heksen. Nee! Anna vond het een beetje griezelig, dat heksenpak en die enge stem. Dus ik heb het even uitgetrokken. Maar we gaan nu het lied voorzingen voor jullie. Jullie krijgen een luisteropdracht. De opdracht is: probeer te onthouden welke ingrediënten er allemaal in de soep zitten. Tip, het zijn er zes. Wat ging er allemaal in de soep? Een lekker soepje, denk ik. Eerst ging erin een verse regenworm. Toen haar van een zwarte kat. Daarna een grote snottenbel. Toen rattenschraapsel. Een paar konijnenkeutels. En als laatste, om het helemaal af te maken, een beetje voetschimmel. Hadden jullie ze allemaal? Heel knap. We gaan het lied nu nog een keer laten horen.
En je krijgt weer een vraag. Wat gebeurt er op het eind van het lied als er nog maar één heksje over is? Het antwoord is, alle heksen komen terug. En het ene heksje had dus iets te snel gelachen, want ineens waren ze weer met z'n zevenen. Hadden jullie het goed? Nu gaan we het lied leren. Er is één stukje dat steeds terugkomt, precies hetzelfde. Dus als je dat kent, nou, dan heb je het bijna het hele lied al te pakken. We doen het zo. Ik zing een regel voor, dan luister je. Daarna zing ik de eerste helft van de regel, dan doe ik zo en dan maken jullie hem af. Oké, hier komt hij. Eerst even luisteren. Zeven heksen bij elkaar maken een heel vreemd soepje klaar. Oké, ga goed zitten. Ik begin en als ik zo doe, maken jullie de regel af. Zeven heksen bij elkaar maken
Goed hoor. De tweede regel. Ik zing hem eerst weer voor. Ze dansen om de ketel, maar wat een pech. Ik begin, jullie maken hem af. Ze dansen om de ketel, maar wat een pech. Oké. Derde stukje. Ik zing het eerst weer voor. Eentje neemt een slok, vloep, nou is ze weg. Ik begin, jullie maken hem af. Eentje neemt een slok, vloep, nou is ze weg. Heel goed. Dan komt het soort van refreintje. En dat zijn eigenlijk de toverspreuken. En ik zal het eerst een keer zeggen. Spinnenkop met spruitjes, knekel met kandij. Doe maar mee. Spinnenkop met spruitjes, knekel met kandij. Nou zing ik het een keer voor. Doe maar even lekker met me mee. Dus, doe even samen. Spinnenkop met spruitjes, knekel met kandij. Wij beginnen hier, jullie maken hem af. Spinnenkop met spruitjes, goed hoor. Doe maar eens helemaal mee. Spinnenkop met spruitjes, knekel met kandij. Nou, dat was de toverspreuk. En dan komt het laatste zinnetje. Ik doe hem eerst weer voor. Die soep is nog niet goed. Ze doet er nog wat bij. Ik begin. Jullie maken hem af. Die soep is nog niet goed. Ze doet er nog wat bij. We zijn toe aan de volgende stap. Wij doen de eerste helft van iedere zin. En jullie maken hem af. Maar we stoppen nu niet meer tussendoor. Zeven heksen bij elkaar maken een heel vreemd soepje klaar. Ze dansen om de ketel, maar wat een pech. Eentje neemt een slok, loop nou is ze weg. Spinnenkop met spruitjes, knekel met kandij. Die soep is nog niet goed, ze doet er nog wat bij. Heel goed. Ik denk dat jullie er wel aan toe zijn om nu alles mee te zingen. Denk je ook niet? Ja. Terug. Tussendoor komen dan de ingrediënten erbij. En het laatste couplet is echt helemaal anders. Dat gaan we ook even apart zingen. Eén heksje lacht gemeen, die soep. Van het liedje komt het allemaal goed, alle heksen zijn weer terug en de soep is ook klaar. Nu gaan we nog even oefenen op jullie heksenstem. Want al die ingrediënten die in de soep gaan, ja, dat moet je wel met je heksenstem doen. Dus ik doe het voor en jullie doen het na met je heksenstem. Daar gaan we. Een verse regenworm. Een verse regenworm. Goed hoor. Haar van een zwarte kat. Haar van een zwarte kat. Een grote snottebel. Een grote snottebel. Wrattenschraapsel. Wrattenschraapsel. Een paar konijnenkeutels. Een paar konijnenkeutels. En de laatste, een beetje voetschimmel. Een beetje voetschimmel. Nou, hebben jullie die goed geoefend? Dan gaan we nu nog een keer het hele lied zingen. En dan kun je de ingrediënten mooi met je heksenstem erbij doen. MUZIEK.
zwarte kat. Tot slot gaan we het lied nog één keer doen en dan is het heel leuk als 7 kinderen het lied uitbeelden. Dus je gaat in een kring dansen, ja, om een ketel, maar dat kan ook de prullenbak zijn, zeg maar wat. En dan elke keer als er een heksje wegvloept, dan gaat er één kind weg. Je moet van tevoren even afspreken wie het eerst gaat en wie daarna enzovoorts. En op het einde van het liedje komen alle heksen weer terug en dansen jullie weer samen om de ketel. Veel plezier! Van een zwarte kat.